Hey iedereen, van harte welkom op mijn YouTube kanaal. Tof dat je een nieuwe episode hebt aangeklikt van Valhalla. Assassin's Creed Valhalla, aflevering 84, waar we verder gaan met de questline, de story arc van Snottingham. We gaan de questline Rowdy Raiders spelen. We staan op dit punt waar we met de Ziener hebben gesproken en met de Ziener een soort visioen hebben gekregen over hoe we deze moeilijke keus kunnen gaan maken voor onszelf. En uiteindelijk denk ik genoeg te hebben gezien. Ik weet nog steeds niet wie ik ga kiezen. Mijn gevoel zegt dat ik voor die oudere man moet gaan. Ik denk dat dat het dorp en de clan meer rust geeft en dat de taak veel beter bij die guy past. En dat ik Willy alleen maar zal kwellen met deze keus. Maar toch denk ik dat Willy zich niet zo moet aanstellen en dat hij de perfecte kandidaat zou moeten kunnen zijn. Dat hij gewoon iets meer volwassen moet worden. Hij moet eigenlijk ook niet echt zijn zin krijgen misschien. Misschien moet hij gewoon voor de leeuwen gegooid worden. En moet hij de clanleider worden. De Jarl. Snap je? Gewoon als verplichting en als volwassen worden. Hij heeft nu toch gevochten. Hij heeft nu toch bier en wijn en vrouwen gehad. Toch? Ja, dus ik zit zelf ook nog wel een beetje in dubio. In ieder geval, dat wordt het probleem van deze aflevering. Als je er zin in hebt, laat die like achter. Vergeet niet te abonneren mocht je nieuw zijn. Zet je belletje aan, zodat je niets mist. En wil je mij als kijker extra supporten hier op YouTube, dan kan dat met een lidmaatschap. Check meer informatie in de videobeschrijving. Je support me daar enorm mee. Je krijgt zelf een coole badge bij je naam. Dit is wel echt een mooi dorp, man. Oké, we gaan eerst met hem praten en kijken wat hij te zeggen heeft. This is an outrage! Our strong feelings for Hemming come with much grief. Festive? Too festive, and too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre is lit. Gods, have I failed, my dear Jarl? Peace, Tryggvi. I will do what I can to calm things. Lusatsky Ilska Thin! Okay. We moeten de gasten eventjes wat kalmeren, want er worden vuurtjes gestookt. Er zijn gevechten op straat, dat soort dingen. En er wordt te veel gesopen. How dare he insult our culture? He's a dead man if I ever get my hands on him. Who showed us Shomyan? Help! Fire! Save my Voda, it burns! What is this Voda you speak of? A gift without price, fit for a Jarl's lips. But hurry, it catches flame! Wat heeft ze in haar nek? Help! Fire! Save my Voda, it burns! Damn flames! Nou, de vlammen boeien Eivor overduidelijk niets. Het is nog maar af te raken. Oh nee, op flames. If this is your Voda, I managed to save it from the licking flames. You dared Surtr's heat, yes! A most potent drink, distilled from grain by the Rus of Kiev. Dip your horn and have a drink. A bit of drink in the belly never hurt. Watch yourself. The Voda sneaks up on you, quick. Voda? Okay. Nou, met een beetje alcohol in de maag kan geen kwaad, toch? Kan geen kwaad, joh. Daar is nog wat te doen. En daar. En hier is een sidequest. En wat voor eentje. Oké, sidequestje. Daar markering. En daar. Zo, die kikt inderdaad wel snel in, man. Ah.
Okay, fast survival point. Niet verkeerd. What are you doing? No. Hier is het? Nee, dit is een shop. Oh, het is in die pit hierachter. Shall we play in the woods or down by the river tomorrow? Stools on the hayside are for the woods, and the side with the sacks of beans for the river. Pick your seats. No pushing, Bjornsson. I'm watching you. Well, this is not good. It's a draw. This has never happened. What about the tall one? Can we ask her to help break this tie? Good idea, Froda. Tall one, sit by the hayside if you vote for the woods. For the river, the side with the sacks of beans. The answer is clear. We shall play in the woods tomorrow. Aye. Now, on to the next great matter. We need a name for our merry band. The choices are Raiders of the Cake or... the Shadow Dragons! Stools on the hayside are for Raiders of the Cake, and side with the Sacks of Beans for Shadow Dragons. Pick your seats! Tall one, you too! Just in case we end up in a tie again. Is it a Sack of Beans? It looks like we are tied. For now. Tall one, we need your help once more. It is final! From now on, we are the Shadow Dragons! A fitting name for future warriors. Now to our next vote! Ahem. What should we do if we manage to capture a picked soldier? Stools on the hayside are for beating him up. Side with the sacks of beans for taking him prisoner. Vote! Prisoner? It looks like we are tied. For now. Tall one, we need your help once more. The seats have spoken. We will take the prisoner for questioning. The badge of wisdom shall be awarded to those who voted for this. You too, tall one. Remember, the more you know of your enemy, the better. Do not let any opportunity to learn more of them escape you. Froda, you had better be writing these words of wisdom down. Thanks for the help, tall one. The next generation inspires confidence. Snottingham Shire is in good hands. Nice one, deze. Kan ik hier niet doorheen? Nee? Nee, ik kan er niet doorheen. Oké. Okay. Nee, deze wilde ik even doen. Dan hebben we nog een... een volgende. Ja, dat is hier. En dan de volgende daar. Hey, where are you going? Tall one does not want to get... Now someone get that trunk away from the chickens! Ha! Cut in the room! Wat gebeurt hier? Stay back, foul beasts! Help me! Someone help me! Flee, warrior, flee! Loki's horde lays waste here! You mean Heminger's famous fighting roosters? Dragons with mighty claws! Save me from their wrath! Presto, at various day, if finast! Gas, we gaan het toch niet echt mappen. Ik was aan het wachten of ik dit kon uitstellen. Ze hoeven toch niet echt dood? Blijkbaar wel. I didn't see them coming. I never looked down. I never saw them coming. Waarom, wat was dit voor nodig, jongens?
Thank you, mighty Thor. You've saved my life. Ik denk het ook. When you sober up, steer clear of roosters. Echt hoor, ze zijn gewoon lam. Het is wel echt heel druk in dit dorp. Het zal wel echt komen door die festiviteiten en de afscheid van de Jarl. Oké, waar is het? Go, Zulin. Oké, gevonden. Het is echt bij het punthuis. Ik zag al allemaal mensen voor de deur staan. They are going to kill him. Come out, you dung-eating rat! What madness is this? You dare wash our beloved Hemingir with your filth! I asked you a question, friend. There's a Saxon within. One stupid enough to try sending Hemingir to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door! I only did right by his immortal soul! You will get what is right for you! Calm yourselves, all of you. I will speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out here now! Ja, dat gaat niet worden natuurlijk. De key is... Ja, daarboven. Maar we gaan het gewoon zo doen. Nee! Top. Hoi! Oh my god! Oh my god! The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong! You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, yes, I'll walk. Don't hurt me, please! There's a key there. If you open the door, I will follow you out. Hij is echt zo verdrietig. You've got the key! Use it! Je kan ook via de achterkant eruit, man. Get that stain out here now! Goed! Zwinkeraar! You'll pay for your wrongs, desecrator! Enough! Let him speak to explain himself. I loved Hemingir! I swear! I only want him to fly free in the kingdom of God! So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy water? Of course! I anointed him in the name of the Lord! Never inflict your Christian mysteries on a dead Norseman. But I only... These are your neighbors. Respect them. Learn their ways. And you will draw breath long into old age. Oh no! There you are. Baptized as one of us. Some order seems to have been restored. Now to trick me, to let him know. Ja, dat is hoe de grote mensenwereld bij de Danes werkt. Beuken. I've calmed the guests as much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemingir would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Trukvi. With time. Yes, it will. Rowdy Raiders zit erop, maar het heeft ons niet echt veel inzicht gegeven op zijn wellicht toekomstige baan. Benieuwd wat Willy hiervan vindt en hoe Willy zich gaat opstellen. Want misschien laat hij wel een bepaalde Willy nu zien waarvan ik denk, hé, hij moet eigenlijk wel gewoon Jarl worden.
Maar hij kan het ook totaal opfokken en dan kies ik echt voor die oude man. Dan kies ik voor rust en respect en order boven een losse slagen. Sukkel die toch geen jarl wil worden. Ik ga eventjes dit artefact oppakken. Nu we er toch zijn, hè? Nu we er toch zijn. Tijd, hè? Nice. Een Valhalla blessing. Nieuw tattoo design. Zo. Oh, echt omvergebeukt. Sorry. Ja, ik snap het. Ik zou ook boos zijn. Dit was echt per ongeluk. Nou, Willy. Ik ben benieuwd, man. This is an excellent shield, Sukh. Gunnar's craft never disappoints. And here, from the Raven Clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur. Something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemsop. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear? Did he not wield it at Ulkerthorpe? He lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. And after all these winters, you hope to find it again and present it to the pyre. The odds are narrow, to say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. Okay. Wel echt cool dat wij vanuit naam van de Gunnar of vanuit naam van de Raven Clan een shield van Gunnar geven aan deze clan. Gunnar is onze blacksmith. Ja, kijk, we kunnen erop blijven klagen dat paarden geen geluid maken nu. Sinds deze patch. Maar het is net een soort elektrische auto. Alleen dan een paardsvorm. Go, my eyes. Must be the cave Billy mentioned. Who would live here? Maar echt, waarom zou je hier voor de lol willen leven? Zo'n vieze, vochtige, altijd holle plek. Het gegalm en alles. Thank you.
Okay, waar moet ik heen? Daarheen. En ik gris ook alles uit zijn grotje weg. Wie weet heeft die man dit wel verzameld. The exile must value his solitude, living in a hole such as this. A difficult man to find. Heminger Jarl is dead. I was told you are a master craftsman. I seek an etching on the shield to celebrate the life and death of Heminger Jarl. The stones. Heminger Jarl possessed a steady hand and steady heart. Do you possess the same? Wauw, hij wil dat we dit gaan doen om zijn, om hem te overtuigen ofzo? Maar dit is echt super laag. Ik heb echt hele moeilijke torens moeten maken en dit is echt heel erg laag. Oké, ik praat niet te snel. Straks is het super moeilijk. Easy ook. Your heart is not yet steady. How could it be at such a time? Heminger Jarl's heart never wavered. Yes, Heminger's heart was steady, as it was large. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? How will you remember him? By his wisdom. Always an inspiration. The web of Wyrth, then. Nine lines that write our fates. Past, present, and future entwined. Is this what you desire? Yes, I choose this one. I will begin. How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Heminger Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. The Althing is tomorrow, and a Jarl must be chosen. I should speak with Sunemar about this. Deze man praat superwijs. Ik begon er mijn aflevering al mee, hè? Ik zei... Ik zeg nou wel wat ik vind en wat ik voel en dat ik die rol meer bij die andere man vind passen, maar
Ik vind eigenlijk ook dat die zoon niets te willen heeft. En ze zijn allemaal Deens. En ze hebben allemaal van die bijgeloven. Ik vind ook eigenlijk dat Fate heeft gesproken. Dat hij gewoon niets te willen heeft. Dat hij gewoon zijn vader opvolgt. Punt. Ik denk dat ik eruit ben. Het wordt veel, jongens. Zo netjes om hem ook terug te stoppen, hè? Speak with Sonnefa. Sonnefa. Is Sonnefa niet die geit uit onze eigen clan? Wel, hè? Ja, ik ben eruit. Voor mezelf. Voor mijn gevoel. Het wordt, zijn zoon. Het wordt zijn zoon. Ja. Staat hij? Ja, het wordt hem. Hij past ook bij de rol. Hij heeft eigenlijk niets te willen. Maar ze hebben hier wel een heel mooi dorp neergezet, moet ik zeggen. Het is echt gewoon bijna een nederzetting. Jesus Christ. Leg jij je stunt af. Huh? Voordat ik een besluit maak. Zal ik die drinking game even doen? Die lijkt me dan ook wel weer grappig. Wat? Think you can swell with the best? Deze had ik niet verwacht voor een drinking game. Shall we lock horns? If you suck it back faster than me, you are the victor. If you suck it back faster than me. Ik denk dat jij daar beter in bent. How much silver are you willing to part with? The horde it is. Ha. We drink. Zij klinkt nu al lam trouwens. Oh, het zijn ook best grote hoorns, zie je dat? Be kissing a flagstone soon. Weet je wat me opvalt? Het schiet me nu te binnen. Dat de drinking games tegen Engelsen veel makkelijker te winnen zijn dan tegen daadwerkelijke Deens. Die erom bekend staan dat ze echt fucking veel kunnen zuipen. You come to start. Even focus hoor. You are a bit green, friend. Wat een achterlijk spel is dit eigenlijk. Het is gewoon coma-suipen.
Coma suipen was heel normaal. Hey, you are a drinker. I have an iron stomach and a powerful thirst. Wat zei ze? You are a drinker. Dat klopt. Ik ben een drinker en ik ben een drinker. En ik ben een katje lam. Jongens, ik kom eraan. Ik ga even besluiten video's. En ik ga even naar Sunfat toe. Ik denk dat ik weet wie het woord juppie. Hoi donkies. Hoi groot zwijn. Auw. Steeds een beetje lam, maar hey, dat hoort erbij. Ik ben in principe ook een bekend iemand verloren. Een kennis verloren. Iemand die dichtbij me stond. Did you consult the Volva? And were your questions answered? Some questions were answered. Others, I must answer myself. Do you think there's a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this Shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. I will not let you sacrifice yourself. Do you forbid me as a friend, Vili? Or as our new Jarl? As a man who would see you come to your senses. Vili. Tryggvi. Each man wears one of Heming's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this Shire for your own. It is not my place. Your place is anywhere you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. This Nottingham Shire deserves a leader to admire, a man the people can trust. Most love Vili, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn, but does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise and loyal to the legacy Heminger Jarl left behind. Almost to a fault, but he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission, only your forgiveness. Gods, Eivor! Put a stop to this fool's death wish. This is no small decision, Tryggvi. And not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Heminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Heminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all?
Was your vow to serve Heminga Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Er rust wel elke keer echt een klote last op zijn schouders. Hij krijgt elke keer die rotklusjes, man. Die keuzes, die dubio's. Eivor! Sunniva. Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Ville gave chase. Ah, stick. He should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. I can take them on myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. His rage has consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Arstig was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back. As children and again now. If this rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him, I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolfkist as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same. For any of the Raven Clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Dit soort gesprekjes zijn mooi, man. Ik hou van dit stijltje. Deze storytelling. Deze bonding. Here, Eivor. This was where Ville saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens stand vigilant. Return to us safely, Drengur. Komt goed. Gaan we. Ik hier doorheen en we gaan die story arc afronden, gast. The guards here are vigilant. I need your eyes, my friend. Ja, hij is naar binnen gegaan. Hij is boos. And I get it. Billy, they are gone. It is done. Pah! I've seen roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow me. Quickly! Echt, jongen, dat steken en rare moves die ze doen, jongen. Ah!
Tarsley! Tarsley! Nice. Dat is een beetje een rare move op die waterrand. Wat ga je nou weer heen? Hey, wacht eens even. Wacht. Als hij echt weggaat, hè? Want hij wil deze. Hij wil hier weg. Kijk, ik zie het al. Er is hier nog het een en ander, man. Ik ga even niet haasten, want de game wil haasten. En ik sla alles over, merk ik, door dat gehaast. Eerst daarboven. Hoe gaan we daar komen? Ik heb dus niet genoeg adrenaline, anders had ik ook gewoon een pijl kunnen gebruiken. Maar... helaas, hè? Dit is wel cool, man. Wie had verwacht dat we nog in zo'n grot zouden belanden? Toch? Een grot van de Picts. Zo nog in deze story arc. Ik dacht, we gaan zo meteen gewoon een Jarl kiezen en is klaar. Ik denk wel dat ik door heb hoe ik dit moet doen. Volgens mij is het makkelijker dan gedacht. Volgens mij is het zo. Ja, man. Nice. Slim gedaan, dit. Ja, zie je, dit sloegen we bijna over, hè? Doordat Willy zoveel haast maakt. That's not my style, man. That's how we roll. En nog steeds is daar beneden ergens een sleutel. Beetje raar, toch? Voor wat is het de sleutel, joh? Save your honey words for when we get out of here alive, Arstick. Us ignorant cutmen. Ah, yeah! Who
Willy, ik denk niet dat je zo ver was gekomen zonder mij, ouwe reus. Oh, dit is waar ik heb rondgelopen, die Odin Mine Hideout. Even uit zijn lijden verlost. Kleine glitch. Maar misschien gaan we nu die speer vinden, toch? Hij had ook nog een cadeautje voor zijn vader. Dat verhaal wat hij vertelde met die beer en die speer. My sword's Thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjetve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning, froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you'd been up to. But I smiled at hearing your name. And I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer. I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. And what about Tryggvi? And me, and your clan? Of course, I know that. You can't roam forever. Keep that in mind. You are surrounded by those who love you, and that will not change, unless you push it all away. You speak a truth, I understand. Troll-faced Arstek. A chicken draugr. Is such a thing possible? For that does not seem possible. Voda, too. A warder infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Willy, this has been good. Fun, even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. What? Oh, dit is... Nou, dit vind ik zielig. No, I never dwell on our past that way. I find it slows me down to crawl. And I'm not made for crawling. I think I'll turn in. Long day ahead. Waarom moet zoiets leuks altijd zo pijnlijk eindigen? Ubisoft is daar heel goed in. Door leuke NPC's en goede gesprekken echt een dooddoener te geven met zo'n afwijzing. Are you going?
with so much on my mind, I haven't slept a wink. The funeral, the Thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. Billy, gone already. To prepare for the funeral, I imagine. Het punt is, ze doen dit met die dialogen en zo, met een reden. Je kan natuurlijk ook als vrouwelijke Eivor spelen. En als vrouwelijke Eivor vind je het misschien juist een super strak plan om nu met Willy aan te pappen. Toch? En een soort romance te starten. Maar als man met man, ik vind dat niet in deze situatie passen. Dit voelde echt als good old buddies, weet je wel. En dan opeens een bromance. Nee, die zie ik niet gebeuren. Ik heb ook gewoon een vrouw. Hallo. Snap je? Dus voor man naar man voelt deze situatie heel awkward, omdat ik al een relatie heb met, hoe heet ze? Ik weet niet eens meer hoe ze heet, joh, de vrouw van Zinger. Jullie snappen wie ik bedoel. Dus ja, dit was eventjes ongemakkelijk, maar hopelijk kunnen we hier overheen stappen en kunnen we de story arc afronden zonder nog meer ongemakkelijkheid. We gaan naar Willy toe en hopelijk accepteert hij zijn lot, zijn fate, zijn nieuwe taak als Jarl. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. All the funeral preparations are in order. Be patient, Heminger Jarl. We are about to send you on your final journey. Tales enim voluntantum de. Will your guard warrior survive these flames? It will. And should Heminger Jarl so desire, our God will be ready to accept him into the kingdom of heaven. Nice, mooie afsluiting als No longer besieged by chickens, I see. Throw the dragons on the fire with the great Jarl. We shall devour them together. Niet meer in gevecht met kippen, zie ik. Tell me, what funeral gift did you manage to offer your Jarl? Some Voda survived the fire. It will keep Heminger warm in Odin's hall. If he's not careful, that Voda will burn all of Valhalla down. Eivor, we meet again. Brothers, sisters, kin and clan. I have not seen your face among the Heminger clan. From where do you hail? I come on behalf of the mighty Halfdan Ragnarsson of Northumbria to deliver a gift to the departed Heming Jarl. These people are good drinkers and good warriors. Halfdan will be pleased. Ja, ik zag hem al staan. Ik zag Halfdan al staan. It is time. Halfdan staat nu hier opeens. Halfdan, it is good to see you. Aye. If only our meeting were to take place during a more joyous occasion. To come all this way, you must have known him well. Not as well as I would have liked, but he was a fine warrior and an honest man. One I could trust, and I trust very few. To Heminger Jarl, skål. Aye, skål. Ik vind het wel mooi, deze gesprekjes. Hij klikte op driehoekje, maar hij doet niks. Pjor, old friend. It is good to see you here. Hey! Is Lufina here as well? One of us had to stay in Jorvik. She wishes she could be here, but alas, our duties never rest. Aye, never. Only Heminger Jarl has that privilege now. You have seen what was needed? I have. More than enough. De fuck doet dit kind hier opeens? Nou goed, laten we maar beginnen. Eivor. My father sets forth on his final voyage. May the winds favor him. The nobles have offered up their funeral gifts. All but you.
Present what you have, and the celebration may begin. I have it here. A shield bearing the sign of the Web of Weird. Woven into this shield as you wove your spirit into our lives. May the skulls sing of you as the gods embrace you. Feast, my friend, in the halls of the free and brave. Stand at my side. Speak from your heart, Emina-san. Today we mourn the passing of Heminger Jarl of Nottinghamshire, my father, our father. He was a towering force, a strength to fear and admire, now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you, his love for battle, but also peace, for wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you, I see his life and his love of drink. Gods, did he love drink? We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again. Give him a fine farewell. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the Althing. The next Jarl will soon take his seat. Shall we lock horns? Down it faster than me, and you are the victor. Fear got you then, deep in your belly. What the fuck? Hij staat hier eventjes. Zullen we een drinking game doen? Nee, gast, rot op. Rare plek ook voor een drinking game. Wat een drukte hier. En wat een mooi moment. De nieuwe jarl bij de Longhouse. Bizar eigenlijk, hè?
De oude wordt op dit moment verbrand en de nieuwe wordt gekozen. De burden is Vili's to bear. But the lad never wanted it. I'm not sure what is to happen. Have they given their Jarl a fine farewell? They have. None drink so well and so deeply as Clan Hemingason. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. I agree. Call on those who must attend. The Althing will begin shortly. Eivor! You look uneasy. Burdened by grief. Drowning in mead. And paralyzed by a sword. I stand between that man and Hjaldum. You stand side by side, Vili. And one of you must step forward. My father placed us side by side, because he trusted your vision. So what do you see? Drunk as you are, I see before me a man full of passion, vigor, and a love for his people. I see a Jarl. Your burden will get easier to bear. Take your father's seat, and make it your own. I will. Good. Now let them know, Arstik. People of Hemthorpe, of Ulkethorpe, of Snottingham. Today I pledge myself, as my father was, I shall be your Jarl. Heminger was a hero, not for who he was, but for the people he led. With Tryggvi by my side, with all of you, we will have glory. You've already learned that people prefer shorter speeches to long ones, Vili Jarl. It will take time to wear that title with comfort. My father never swore a formal oath with your clan. There is no need, for you are family. Let it be known, the Hemingers and Clan Raven are true sworn friends from this day forward. Do you accept? Aye. Well? Be fair, be just, and call upon us often. Arstik. I'm sure I will. You, de ballen. Later, dat was haar naam, Randvi. Het schoot me al te binnen tijdens de cutscene, maar toen kon ik het niet zeggen. The Tale of Two Jarls. Wacht eens even. Dat dacht ik al. We kunnen natuurlijk nog met hem praten. Nee, dat is zij. Zij gaat hetzelfde zeggen, let op. You have seen what was needed. I have more than enough. Þykist mér ekki hefða hleif, en Odd var æti hann í gær þegar hann var drukkin. Rafið fundum. Thank you for all you have done, Eivor.
In my mind, this version of my life, one as a Jarl, was clouded with fear of disappointment, of shackles. But seeing you as a leader in your own right inspires me to do the same. Farewell, old friend. Okay, ik kon niet meer met die oude man praten, wat ik op zich best wel jammer vind. Gewoon een afsluitend woord, weet je wel. Gewoon een woord zo van, hey dude, je hebt het echt super goed gedaan. Thanks voor al je adviezen en de ballen of zo, weet je wel. Dat gebeurt dan niet. Ik ga dit report aan Rand zien en eindig ik de aflevering. Want Jesus Christ, we zijn alweer pittig lang bezig, man. Nee. En nu gaan we dit eventjes vertellen aan Randvi. Wordt dit afgesloten en kunnen we als het goed is de volgende aanzetten. En dat zou dan Hamptonshire worden, denk ik. Ok ik. Pleasure to see you, Eivor. Ja. It's a pleasure. I bring fair tidings, Renri. Heminger Jarl in Snottinghamshire has passed, but his clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Vili on my visit. He is their Jarl now, and he has pledged to aid us in times of need. Nice. Dit was overigens de laatste. Eivor, Sigurd wishes to speak with you. Something happened. You will want to speak to him yourself. Okay, dit klinkt gevaarlijk. Oh my god, maar die er is misschien niet eens meer een extra story arc. Maar wacht even, dit vind ik echt misschien... Als dit richting het einde gaat, dan vind ik het echt een fucking vaag einde. Weet je wat ik bedoel? Ik bedoel te zeggen... Ik ga hem sowieso opslaan. Hij heeft gewacht tot ik alles heb gedaan, hè. Tot ik alle story arcs heb gedaan. En gaat dan zeggen, oh trouwens, ik wil even met je praten hoor, want dit gaat niet goed. Je hebt mijn vrouw gejat, je hebt de leider gespeeld. Wedden dat dat zo gaat zometeen? We gaan het meemaken. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het liken. Dit was aflevering 84 uit mijn hoofd. En ik ga dit, denk ik, best wel snel starten, want ik heb er zin in. Tot de volgende, peace.